allemaal. Ja, jullie kennen mij misschien nog wel. Ik ben de verstrooide professor. En ja, ik ben een paar jaar geleden ook al in de Jozua-tent geweest. Ja, en toen mocht ik daar optreden. Ja, een beetje gekke, want ik ben hier zo nou in mijn thuislappie. Want de Jozua-tent, daar kunnen we niet heen. Maar een paar jaar geleden, toen zaten daar wel, 1000 kinderen wel. En heel de tent vol en ik nog een proefje. Spannend, spannend, spannend of het allemaal ging lukken. Maar nu kan ik niet naar de Jozua-tent. Jullie kunnen niet naar de Jozua-tent. Dus we doen het vandaag vanuit huis. Dus, maar ja, dat is natuurlijk wel, we moeten het even allemaal proberen met elkaar. Maar we gaan een proef doen. En ik hoop dat het gaat lukken. Dus kijk jullie even mee. Kijk, ik begin met azijn. Dat doen we in het flesje. Tot het streepje. Vooral niet thuis proberen, want misschien ontploft de boel dan wel. Dus hou het veilig in je lap. Ja, kijk. Ballon heb je ook nodig. Kijk, even kijken. Dus, vandaar ook in het lab, hè, want je knoeit alles bij elkaar. Zo. Zo. Het spannendste van alles. Nou moet de ballon op het flesje. Even hier aan de kant, kan je het goed zien. Ik ga hem erop doen. Professor, wat een gave proef, hé. Ja. Ja, goed gelukt, hè, dat proefje met de ballon. Goed gedaan. Ja, was gelukt. Weet je waar deze proef mij een beetje aan deed denken? Aan het verhaal hoe de Heilige Geest in ons leven kan komen. Nou, dit was gewoon een ballon met bakpoeder. Dat was niet zo de Heilige Geest, denk ik. Nee, wel? Maar ja, dat bakpoeder, dat deed je in een ballon. En dat bakpoeder is een beetje de Heilige Geest. En toen je de ballon over het flesje deed, wat je hart is, dan kon de Heilige Geest in jouw hart komen. Het bakpoeder kwam in het flesje. En wat we toen zagen, dat ging helemaal opborrelen. Ja. Dus jouw hart gaat ook helemaal opborrelen. En dan mag de ballon mag dan groeien, omdat de Heilige Geest in jouw hart is. Dus als ik bij Jezus wil horen, dan komt de Heilige Geest, met eigenlijk het bakpoeder, in mij. En dan wordt mijn hart blij, dan gaat borrelen. En dan mag ik gaan groeien en dan mag ik dat vertellen aan andere mensen. Ja, de Heilige Geest, die komt in jouw hart als jij ervoor kiest om bij Jezus te horen. Ja, maar als ik kies om bij Jezus te horen, maar hoe kan ik dan bij Jezus horen? Ja, als jij naar Jezus toe gaat en zegt, Jezus, ik wil bij u horen en gaan bidden en goede dingen gaat doen voor anderen, dan kan Jezus jou de Heilige Geest geven. En dan kan je dus heel veel goede dingen doen voor anderen. Oh, ja. Ja, dus de Bijbel lezen, goede dingen doen voor anderen. Maar ik doe ook wel eens niet goede dingen. Hoe zit dat dan? Want daarvoor is Jezus voor ons dood gegaan. Als wij de slechte dingen die we hebben gedaan naar Jezus brengen en hem daarover vertellen, dan wil Jezus ons daarvoor vergeven. En dan gaan we proberen om het volgende keer beter te doen. En dan kan ons hart weer opnieuw gaan borrelen. Want dan doen we de goede dingen. Oh, dus als ik bij Jezus wil horen en probeer goede dingen te doen, en vraag of hij de verkeerde dingen eigenlijk wil vergeven, dan mag ik ook bij Jezus horen. En dan mag ik dat uitdelen aan iedereen. Ja, en dan mag jij de Heilige Geest krijgen. En dan gaat het bij jou ook zo borrelen. En als ik dan de Heilige Geest krijg, dan kan ik dat vertellen aan iedereen. Dat de Heer Jezus, dat ik daarbij hoor en dat ik een kind van God ben. Ja. Dat ik bij de Heer Jezus mag horen.
Oh, maar dat is heel gaaf. Ja, dat wil ik ook wel. Ik wil ook wel heel graag bij de Heer Jezus horen. En proberen de goede dingen te doen. En zo met hem mee te gaan. Ja, wat een mooi nieuws vandaag. Ja, hè? Wow, dat is een vurig feest. Fantastisch, gaaf zeg. Wow. Willen jullie ook bij de Heer Jezus horen? Koning Jezus.